Geluk wensen met de eerste plaats in de Willem Wilming dichtwedstrijd 2022 voor het gedicht Ochtend van Anje Gnodde uit Delden. En Delden ligt dicht bij Almelo. Ochtend. Je voelt je traag vandaag. Het bloed stroomt stroperig door je aderen. Een aangename suis zoemt in je hoofd. Maar de wekkerradio gilt moord en daarna brand en dan een botsing op de snelweg richting Zeist. Je gaapt jezelf uit bed. De sokken doen aan partnerruil. Je spijkerbroek besloot een koffievlek te nemen. Spottend grijnst een blouse met alle rimpels die ze maken kan. Geen ontbijt. Het laatste brood begon een tuintje in de kleuren blauw en groen. Een haastig glaasje water spartelt koud je slaperige slokdarm in. De gazelle in de schuur staat nog in meditatiestand. In zacht contact met moeder aarde, volledig uitgeademd, leeg. Je zou willen sprinten als een hinde, maar hobbelt als een gans naar de verlaten halte van de bus. De winterwind slaat zijn armen om je schouders, zet zijn tanden in de randen van je oren, lispelt lijzig dat het zo oneerlijk is. Dan vliegt er rood voor je ogen. Het land op de kale arm van een eik, vouwt zijn vleugels op, spert zijn snavel open en zingt. Het is duidelijk te verstaan. Het allerbeste is nog altijd rustig blijven. Thank you.